interessant, zeg. En nou eens kijken wat die andere dolfijn allemaal te vertellen heeft. Hopla. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Rikshalm. Zeg maar voor, hou op met dat lawaai. Ik word gek van al die herrie. Hey, zeg maar voor, luister naar me. Hey, Tom, je moet wat harder praten, hoor. Zo versta ik je niet. Zet je koptelefoon af. Oh ja? Zo? Ik zou graag een tukkie willen doen, maar ik kan dus niet slapen met al die herrie. Dat is geen herrie, dat is een taaldommel. Van wie dan? Kijk maar op de monitor. Dat is een dolfijn, nietwaar? Precies, en ik ben nu hun taal aan het ontleden. Ik wist niet dat dolfijnen konden praten, maar waarom wil je eigenlijk hun taal leren? Dat zal ik je uitleggen, moet je maar zien. Wat is dat? Oh, een echte schatkaart. Ja, zeker. En kijk eens, dit is de kist waar de schat in moet zitten. Vraag, wat heeft die schat met een dolfijnentaal te maken? Dat is een goede vraag, Tommel. Het antwoord staat achter je. Achter me? Huh? Waar dan? Ik zal het je laten zien. Hoppa. Oh, dat is een dolfijn. En of het een dolfijn is, of eigenlijk is het een onderwaterscooter, uitgerust met een televisiemonitor en een onderwatermicrofoon. Vraag je, wat wil je met dat rare ding doen? Begrijp je dat dan niet, Dommel? Met deze scooter kun je onder water net zo vrij bewegen als een dolfijn, zodat je overal kunt komen waar je mee heen wilt, op elk plekje. Je kunt overal komen? Ja, jij gaat hem besturen. Ik? Nee, toch zeker? Het is niet gevaarlijk. Je gaat onder water en volgt met de scooter de dolfijn die je naar de schat brengt. Dat doe ik dus van mijn leven niet. En hoe weet je trouwens dat die dolfijnen weten waar de schat is? Nou, dolfijnen komen toch overal. Dus als iemand weet waar die schat is, dan zijn zij het wel. Zou het? Ik weet het zeker. Wat ga je met die schat doen als je hem vindt? Het spannende van schatten is ze te vinden, niet ze te hebben. Spannend, hè? Goed dan, op zoek naar de schat. Oké, Dommel. Volgens de kaart moet de schat hier ergens liggen. Zoek beneden een dolfijn op en vraag of hij hem gezien heeft. Ik ben een beetje bang, zeg maar voor. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Ik heb de scooter zo ontworpen dat je tegen alle mogelijke gevaren beschermd bent. Ja, maar toch. Niks maar toch, niet zeuren en duiken. Goed, ik zal mijn nek wel weer wagen terwijl jij lekker in je stuurhut zit. Hou op met mopperen en ga eindelijk eens aan het werk, Dommel. Ah ja, kapitein. Hoppa. Hela, kijk die visjes daar eens gezellig in een schootje samen zwemmen. Leuk. Ik had Dommel nog zo gezegd dat hij daar beneden niet mocht spelen. Hé, hey, Dommel! Patjandori, vooruit aan het werk, opschieten! Wie wat waar? Wie praat daar? Ik ben het, Dommel. Kijk op de monitor, jongen. Je moet ophouden met spelen. We hebben geen tijd te verliezen, dus doe me de lol en ga aan je werk. Ja, rustig maar. Zelfs onder water is het een slavendrijver. Nou, visjes, goede reis. Hij wil dat ik zo eventjes een dolfijn vind. Alsof het zo eenvoudig is die beesten tegen te komen op zo'n uitgestrekte zeebodem. Ah, daar! Oh, een haai! Mami, help me! Help me! Mami, help me alsjeblieft! Oh. Dat was geweldig, dolfijntje. Je hebt mijn leven gered, dankjewel hoor. Zeg maar voor, ik heb een dolfijn ontdekt. Wat moet ik nou doen? Wat denk je? Je gaat met hem praten. Dan analyseer ik wat hij zegt en dat vertel ik je dan. Oké, semafoor. Dag, dolfijn. Ik heet Dommel. En hoe heet jij? Versta je me? Weet je wat die dolfijn zegt, Dommel? Hij zegt, je bent nieuw in de buurt, hè? Hij wantrouwt je, dus probeer zijn vertrouwen te winnen. Doe je best, jongen. Ik zal mijn uiterste best doen. Hé, hey, dolfijntje, vriendjes. En niet schrikken, blijf hier. Semafoor, hij zwemt opeens weg. Volg hem met de scooter. Oké. Dolfijntje, wacht op me. Dommel, opschieten. Je mag hem niet uit het oog verliezen. Ja, dit is leuk. Hoppa. Prima, Dommel. Dolfijnen willen spelen. Zo sluit je vriendschap. Hoppa. 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 Zeg, makker, heb jij soms iets te eten? Ik rammel van de honger. Ik geloof dat je me niet helemaal begrepen hebt, maatje. Dat had ik kunnen weten. Die hond denkt toch alleen maar aan eten. Dommel,
dit is niet het moment om je te goed te doen aan Zeebucket. Maak je geen zorgen, ik lust die enge beestjes toch niet. Vraag hem waar de schat is. Nou, vooruit dan maar. Hier. Hey, maatje, heb je iets gezien wat hierop lijkt? Hij moet hier ergens op de zeebodem liggen en mijn baasje zegt dat jij weet waar die is. Toe, breng me erheen. Volgens de schatkaart moet hij hier ergens in de buurt liggen. Ah, je herinnert je opeens dat je hem gezien hebt? Weet je nog waar? Wil je me erheen brengen, alsjeblieft? Dat is dus geen kist. Maar wie weet zit er toch een schat in. Hola. Kijk nog eens goed, dit is een kist, geen vaas. Maar wat zegt die, Sam? Volgens mij wil die dat je hem volgt, dommel. Oké. Weet je zeker dat hij hier ergens in de buurt ligt? Oh, daar is die. Zeg maar voor, ik heb een schatkist gevonden. Dankjewel, dolfijn. Dat is lief van je. Tot ziens, hè? Huh? Ja, wat is er nou? Zeg maar voor, wat zegt dat beest? Al sla je me dood, ik zou het niet weten. Hij gaat opeens in een heel gek dialect over. Vooruit, dommel, waar wacht je nog op? Pak die schatkist. Oké, Sam. Sorry, dolfijn. Tot ziens, hè? Het is een beetje eng hier tussen dat wier. Hela, wat gebeurt er? Ah, ik moet hier weg zien te komen. Help! Ik zit gevangen. Help me, zeg maar voor. Help, help me! Oh, dat was op het nippertje. Ik dacht echt dat ik er geweest was als dolfijntje me niet geholpen had. Ja, nou begrijp ik ook dat hij me wilde waarschuwen. Oh, even liggen en uitrusten. Hé, wat is dat nou? Dommel, wegwezen! Je zit op een reuze zee, anemoon! Oh! Waarom heb je dat niet eerder gezegd? Wat smaakt die witte vis afschuwen? Blij dat ik vies smaak. Ik word niet graag opgegeten. Het is hier best gevaarlijk op de zeebodem. Huh? Wat is dat nou weer? Dommel, kom onmiddellijk uit die mierenleeuwen vallen. Hou op met spelen! Ja, dat zou ik best willen, maar ik zit helemaal vast. Alweer gered. Ja, je kunt hoog en je kunt laag springen. Maar mij krijg je vandaag niet meer onder water. Niet zo koppig wezen, dommel. Ik heb een manier bedacht om de schatkist op te halen zonder dat je het wierbos hoeft te betreden. Goed, hè? Ik vind het pas goed als het echt lukt. Begrijpelijk. Laat dat maar aan mij over. Deze takel heeft zoveel vermogen dat hij met gemak een walvis bovenhaalt. Dus een schatkist zal helemaal geen probleem opleveren. En hoe krijg je die hakende schatkist vast? Nou, dat is simpel en toch geniaal. Dat doen we zo. We binden de harpoen aan de kabel en schieten dan de harpoen in de schatkist. En op die manier hoeven we het wierbos niet in. Ah, ik snap het. Als de harpoen vast zit, takel je de hele zaak omhoog. Maar zeg, wie moet de harpoen in de kist schieten? Nou, wie denk je? Jij natuurlijk. Maar hoe kom ik beneden nu de scooter op de zeebodem ligt? Je hebt vier poten en je kunt zwemmen. Ik trap er dit keer niet in. Wat dacht je van een ijsje met slagroom? Waar is die harpoen? Wat is de bedoeling van dat mandje? Dat is een cadeautje voor de dolfijn omdat hij mijn leven heeft gered. Als je de harpoen hebt vastgemaakt, dan geef je een ruk aan de kabel zodat ik de kist kan ophalen. Afgesproken. Doei! Ah, daar is dolfijntje. Wacht eventjes, ik heb iets voor je. Die harpoen zit in de weg. Oh, ideetje. Zo, die zit vast. Dolfijntje, kom eens, kijk eens wat ik heb. Onvoorstelbaar zolang als Dommel over zulke simpele dingen kan doen. Ah, het is zover. Trekken. Zo, dat is een behoorlijke zware kist, zeg. Dat wordt dus maximale trekkracht. Goeiedag, dat is nog eens een grote schatkist, zeg. 1000 bommen en granaten, wat is hier de bedoeling van? Denk je soms dat je leuk bent? Denk maar niet dat ik dit over mijn kant laat gaan. Ik sleep je voor de kruisgaat, landrot. Ik had dat kunnen weten toen ik Dommel het water instuurde. Dommel, Dommel! We doen er slim aan als we ergens anders gaan spelen. Ga je mee, dolfijntje? Dommel, kom hier en help me die duikboot losmaken!
semaphore. Ik ga liever met mijn dolfijnenvriend spelen dan dat ik daar schatten zoek.